Ik ben Lark de Voorde, 25 jaar oud en ben Porsche coureur bij Team GP Elite. Ik heb een uitdagende punt in mijn carrière gehad van 2014 tot 2016. Toen was namelijk geen autoracer meer. Toch had ik die passie om erin te blijven en ben toen gewoon begonnen met baantjes, bijbaantjes. Pionnen recht zetten bij de VIA-dag, Knapstil en First. Of van de VIA-dag was het nog. En uiteindelijk in 2014 kwam ik via Kevin Abbring. Ook een bekende rallyrijder in Nederland, wereldberoemd. kwam ik bij GP terecht. En daar 2014 begonnen de eerste stappen pionnen recht te zetten. Mensen koffie geven, echt achter de schermen. Pitboxen opbouwen, afbreken. Dus ja, echt het zware handwerk. En uiteindelijk met coaching begonnen, steeds verder. Toen kwam ik door die coaching. Ja, ik deed ook best veel coaching omheen, kwam ik weer zelf in het autoracen terecht. En vanuit daar dan ook mijn eigen racecarrière opgebouwd. En die punten zijn 2020 zijn bij elkaar gekomen. De eerste jaren waren voor mij best uitdagend, want er was heel veel onzekerheid of ik elke race weer kon rijden. Dat was budget gezien, was daar een grote rol in. Door die stappen was ik wat onrustiger, ik ging veel in gevechten erin, ik liet veel mijn ellebogen zien. En dat was natuurlijk wel, een meer agressieve Larry. En over de jaren heen, en Team GP Elite heeft daar echt meer stappen in gezet. De afgelopen 2 jaar heb ik mijn agressiviteit en de wil van te willen winnen, kunnen fine-tunen, fine-slijpen met meer rust, meer vertrouwen. De juiste team om me heen, de juiste mensen om me heen, de ingenieur en het team die allemaal in één richting staat. En dat in de 2 jaar om kunnen zetten. Weet je, vele mensen willen nog iets van je. Met de handgegeven interviews, camera's. Waar ik continu mee bezig ben is vooral ook met de ademhaling. Dus vooral die rustige creëren, rustig door te ademen, genieten van het moment. Echt wel 100% genieten van wat er om je heen allemaal gebeurt. En waar je bent en wat je kunt doen. Want er zijn natuurlijk heel veel die niet in die situatie zijn om dat te kunnen doen. En dan tot al die lichten uitgaan, is het go on. En dan ben je zo in de zone, zo in het moment, denk je niet meer na. En het enige wat je doet is hard mogelijk met die auto rijden wat je kunt. Ja, en het mooie aan die GT-klasse is, en daarom ben ik emotioneel ook wel echt betrokken bij Porsche Carrera Cup Duitsland en de Porsche World Supercup. Waarom? Omdat het gewoon een one-mix series is waar de level zo hoog is. En ik vind het persoonlijk qua druk, qua pressure, qua zelfontwikkeling, want je bent 100% op jezelf. Je moet echt, we hebben iets natuurlijk van de auto, maar voor 80% heeft het rijden invloed op wat hij doet. Ja, en dat is in de endurance races wat minder, want dat komt natuurlijk veel meer bij kijken. Dat is weer een heel ander spelletje, wat ook een mooi spelletje is. Maar toch vind ik mooi dat pure, weet je. Je hebt een auto en alles is gelijk. Kijk maar wie de beste is. Ja, dat is voor mij persoonlijk. Zie ik me nog niet zo snel hiervan weggaan. Want gewoon die pressure, die push elke keer weer, dat brandt me. Ja, dat vind ik altijd mooi, want dan voel ik me iets groter als 1,70. Dus en gewoon die emotie eruit en het gejuich en die emotie wat eruit vliegt. Dat we het gewoon gezamenlijk geflikt hebben, weet je. Ook in nou een Porsche Carrera Cup Duitsland met een nieuw team hier dan in Duitsland kampioenschap direct te winnen. En te domineren ook in het teamkampioenschap. Ja, dat is natuurlijk al een emotie wat eruit gaat. Er staat zoveel pressure op dit jaar. Ik persoonlijk nog wel meer pressure druk dan vorig jaar, want de verwachting wordt hoger. Ja, die wint wel even. Zo maak ik een spelletje toch niet. Dat is natuurlijk een hele ontlading van alle druk, alle stress, alle mooie momenten, alle zware momenten, wat dan resulteert in het kampioenschap.